We gaan het hebben over Forspoken, een nieuwe action RPG van Square Enix. De demo die was een aantal weken geleden uitgekomen, die hebben we ook gespeeld. Daar waren we niet super enthousiast over, dus is nu de vraag, is de game niet veel anders als de demo en worden we niet heel erg blij van? Of liet de demo, en dat gebeurt wel eens, gewoon niet een juist beeld zien van wat de game is. Of misschien hebben ze er wel heel veel aan nog aan versleuteld. Maar goed, een maand, dat is niet al te veel tijd natuurlijk. Koos en Jasper hebben de game het afgelopen weekend gespeeld. Die hebben gebroedelijk een PlayStation 5 account gedeeld. Ja. Zijn er nog uitgekomen? Ja, ja, zeker. Ja, we hadden namelijk één code. Dus wij hebben wel een code gekregen. Want ik lees toch wel her en der dat bepaalde partijen geen code hebben gekregen. Omdat ze misschien wat kritisch waren. Wij hebben inderdaad één code gekregen. Ik bedoel, dat kan de reden niet zijn. Als er één partij kritisch is, dan zijn wij dat over het ja, algemeen. Dus als wij het krijgen, dan snap ik niet waarom andere mensen het niet krijgen. Jasper, jij mag uitleggen. Ik heb al action RPG gelegd, maar leg even gewoon de verhaallijn uit en gewoon even heel simpel de gameplay. Yes, nou ja, Forspoken is een game van Square Enix en Luminous, een nieuwe studio die Square Enix heeft opgericht om deze game te maken, als ik mij dat zo even goed herinner. De game gaat over Frey Holland, dat is een weeskind uit New York, Hell's Kitchen, zo heet de wijk waar ze vandaan komt. En zij vindt eigenlijk bij toeval een armband op het dieptepunt van haar leven. En die armband doet ze om en dan nooit zij... Nee, nooit doen. Nooit zomaar andermans sieraden omdoen. Want dan kan je geteleporteerd worden naar een magische wereld genaamd Aethia. En dat gebeurt Frey Holland dus. En Aethia is een hele grote open wereld. Die bestaat uit 4 gigantische provincies die allemaal wat verschillen qua smaakje. En ja, daar mag jij allerhande slechterikken te lijf gaan met allemaal magie. Want er is daar een soort van corruptie in de wereld. Dat heet The Break. Dat is dat teistert het land. En alles en iedereen wat door The Break wordt geraakt verandert in een, nou ja... Beetje surfernaam, zombie. Ja. Beetje surfernaam. En Frey Holland heeft de mazzel of de pech dat zij niet door die break wordt veranderd. Dus zij heeft daar direct al een soort van... zeg je dat, heldenrol is wel een beetje voor haar weggelegd. Want iedere gewoon mens wat daardoor wordt aangeraakt, verandert dus in, nou ja, hoe zullen we dat eens noemen? Ja, rare monsters gewoon, ja. De corruptie. Corrumpeert gewoon je menselijk lichaam en langzaam word je gek en vervolgens ben je een zombie. Ja, en dat overkomt Frey dus niet, dus jij hebt het... Beetje Last of Us. Ja, een beetje wel. Een beetje Ellie van The Last of Us. Jij hebt het genoegen om deze wereld dus helemaal in te mogen gaan, op zoek naar de oorsprong van deze corruptie, zeg maar. Dus... Het is een game van Square Enix. Het is wel gemaakt door Luminous, volgens mij. Ja, studio. Maar Square heeft een bepaalde type gameplay, weet je. Hun games die hebben altijd wel bepaalde onderdelen die heel erg bekend zijn. Kun je dit ergens mee vergelijken? Of is dit echt, als jij nou van ja, maar weet je wel, Final Fantasy en dat soort shit en Kingdom Hearts, ik vind het helemaal niks, weet je wel. Of is dit echt een ander soort game? Hij heeft denk ik zijn grondbeginselen bij Final Fantasy 15. Ja, daar voelt hij wel. Maar ik moet ook zeggen, ik heb ook non-Square games, als in, ik vond ook een beetje Devil May Cry gevoel af en toe, een beetje Xenoblade, een beetje Elden Ring. Er zit van veel games wel een snufje in. Ja, maar ik noem specifiek Final Fantasy 15. Want Final Fantasy 15 draait op de Luminous Engine. Ja, dat is de engine gemaakt door deze studio. Daar hebben ze met Final Fantasy 15 hoge ogen mee gegooid. Hele vette game trouwens. Echt een hele vette game. Laat je niet misleiden door die gekke boyband shit. Als je daar doorheen kan prikken, dan is het echt mega vet. En dat was ook een van de redenen waarom ik erg enthousiast was over deze game. Want die Luminous Engine die stelde in staat dat je een echte volledige open wereld Final Fantasy 15 voor je kiezen kreeg. Nou, dat was al heel goed gedaan. Nou, die game scoorde natuurlijk ook gewoon kritisch erg goed. En dus kreeg ze bijna de eer om een eigen studio te beginnen en een nieuw game op te zetten. Ja. En we hebben natuurlijk ten tijde gezien van de aankondiging van Final Fantasy 16 dat ze met nog een game bezig waren. Project Aethia heette dat toen. En dat zag er werkelijk waar fantastisch uit. En ik moet zeggen, voor een allereerste game van deze studio, ja, valt het niet tegen. Maar ja, ze hebben natuurlijk ook de ervaring van een publisher zoals Square Enix achter hun staan. Mm-hmm. Veel van de developers hebben ook echt rechtstreeks ervaring natuurlijk met Final Fantasy 15. Maar het schiet wat mij betreft op heel veel vlakken net een beetje tekort. Het is nergens heel slecht, op dialoog wellicht na, maar het is nergens heel erg slecht. Vond je Cuff niet leuk? Frey ook niet. Maar... Even voor de kijkers, je hebt een pratende armband. Gewoon Jarvis is, weet je. Wat oprecht gewoon Jarvis is van Tony Stark. Dat is precies wat het is. Maar weet je, de dialoog tussen die twee,
bijzonder cringe, maar oké, okay, dat hebben we dus al een ruim online gesprek over gevoerd op social media de afgelopen dagen. Maar alleen dat vind ik echt heel slecht. En heel veel dingen is het gewoon net niet. Het is bij heel veel dingen net niet. Oké, okay, laten we het gewoon even proberen te analyseren wat. Laten we beginnen gewoon met het meest makkelijke, dat is de graphics. Ik bedoel, als ik het zo zie, ziet het er best tof uit. Ik heb best wel veel filmpjes gezien. Er was ook wel weer wat gelekt en zo. Helaas is dat de laatste tijd dan wel schering en inslag. Die open wereld. We hebben nu de afgelopen 2 jaar hebben we echt prachtige open werelden gezien. Of het nou van Assassin's Creed is, of van Horizon. Nou, noem er nog maar een paar op. Weet je. En dit is een Next Gen Only titel, hè? Dat moeten we ook niet ook vergeten. Ook nog eens een keer, PC en PlayStation 5 gaat het straks ook nog even over hebben. Hoe vind je deze open wereld? Is die mooi? Is die rijk gevuld? Kan die jou... grijpt die jou echt? Kijk, daar... Het is een beetje dubbel. Ik denk dat als je over de graphics praat, laten we dan eerst heel even de performance er nog bij pakken. Want je hebt natuurlijk een quality mode, je hebt een performance mode en je hebt een 120 hertz mode. Ja. En ray tracing mode. Ja. Ik ben in het menu ben ik al naar de performance mode gegaan, want ik zag in het menu al een soort van dat het, ja, als dat al choppy is, dan denk ik, oeh, dit gaat niet goed komen. En ik had in het begin van de game, zelfs in een indoor omgeving, had ik al last van stutters, zelfs op performance mode. Maar je hebt hem allebei op de PlayStation 5 gespeeld, om dat even duidelijk. Ik moet zeggen dat het verderop in de game wel wat soepeler ging. Her en der nog wel kleine performance issues, maar ja, dat... Ik zou niet zo snel kiezen voor de raytracing mode. Want ik ben blij dat ze die optie er wel in hebben gedaan, want anders dan was het qua framerate, denk ik, ja, het is niet helemaal mijn... ding. Ik weet niet hoe jij daarin staat. Qua... Ik heb hem heel snel... Normaliter speel ik altijd op performance mode. 60 fps is voor mij bijna heilig. Hier heb ik dat niet gedaan. Omdat ik de game echt heel lelijk vind in performance mode. Ja, dat, de resolutie gaat echt enorm omlaag. En ook gewoon heel veel details in de omgeving worden uitgezet. Simpelweg om die 60 fps te halen. En dat merk je ook wel. Want het is zelfs op de quality mode. Dat is de mode die ik dan heb gespeeld. Dat is 4K-ish. Ze richt zich op een 4K resolutietarget in ieder geval. En 30 fps. Die 30 fps, daar zakt ze helaas heel vaak doorheen. Dus het is echt een bijzonder zware game. Ik vind dat wel best wel heftig dat je dat zegt in die zin van deze game is... Het is... Het is geen exclusive in de zin van het zal ooit misschien nog wel eens een keer ergens in de verre toekomst uitkomen op misschien de Xbox. Het is wel op de PC natuurlijk ook. Het is ook op de PC. Maar dit is wel een game die Sony een beetje naar zich toe getrokken heeft van hey, dit is een exclusive. Weet je wel? Hier koop je een PlayStation 5 voor. Als ik dan hoor van jullie dat die niet echt super loopt op de PlayStation 5. Kijk, weet je wat het is? Ja, ik ben wel een snob. Hè? Ik speel thuis gewoon altijd ultra. Ik denk dat het wel te doen is, hoor. Wat ik wel vind, gewoon de stijl van de game. Ja, niet overal komt het even goed uit de verf. Er zijn stukken die wat karig aanvoelen. Mm-hmm. Ik vind vooral bijvoorbeeld bij goede games merk je vaak niet echt op dat gebouwen in een wereld staan. Dan voelt dat heel, heel naadloos in elkaar overgaan. En hier had ik wel dat ik direct al zag, ik kan die gebouwen niet in. Die zijn gewoon daar neergezet als een soort van leuke verfraaiing. Maar het zijn vogelhuisjes. Ja. Precies, gewoon set pieces. Alleen, er waren ook weer andere stukken dat ik wel echt ineens dacht van... Yo, dit is echt heel mooi. Gewoon heel rijke bloemenzeeën en... Ja, het is een beetje... Ja. Is een mit. Ik moet zeggen, de open wereld, voor wat het doet... Ik vind het op zich wel redelijk goed werken. Het is niet super enorm gevuld met allerlei stuff. Maar ja, dat zijn normale uitgestrekte landschappen ook niet. Mm-hmm. En de manier waarop je er doorheen voorbeweegt via haar speciale move, zeg maar, parcours kan je het bijna noemen. Ga je er heel snel doorheen. Dus dat is echt geen enkel probleem. En ik vind ook eigenlijk wel de dingen die je kan doen in de open wereld. Dan heb je aan de ene kant heb je een labyrinth en dan heb je hier weer een bepaalde challenge. Er zijn genoeg dingetjes te doen in de open wereld om je bezig te houden. Alleen, het is nergens waarvan je denkt, oh, dit was echt heel vet om gedaan te hebben. Waardoor je het vaker wil blijven spelen. Nou, ik doe het zeg maar 3 keer of iets dergelijks. En dan heb ik zoiets, ik ga alleen maar door met het main verhaal. Ja, precies. Dus, je hebt wel wat sidequests die je onderweg tegen kan komen. Je kan tapdansen. Of tenminste, je hebt dans sidequests en je hebt de dungeons die je in kan. Een beetje à la Breath of the Wild van die soort... Ja, het is gewoon een dungeon waar je dan in kan gaan. En dan moet je, het is niet echt een puzzel. Je moet gewoon je moet iedereen dood maken. En dan krijg je daarna weer een upgrade of een nieuw stukje armor. Maar ik moet wel zeggen, want wat Koos zegt van de game is inderdaad, laat her en der wel wat steekjes vallen. Maar wat me wel heel erg, en zowel visueel als gewoon qua de game intrigeerde, was dat het wel iets is wat ik nog niet echt eerder heb gezien. Het heeft veel elementen waarvan ik
Ja, die nou, misschien... Okay. Kijk, al die elementen los van elkaar zijn wel heel interessant. Het komt niet altijd samen om het helemaal... De graphics hebben we nu gehad. Ja. Weet je wel, ik bedoel... het doet wat het doet. Soms heel fraai. Andere keren niet zo tof. Ik zou je echt zeggen, wanneer het echt lelijk is... gelijk op het begin van de game. Ja. Je begint in New York en dan merk je... oh, deze engine is echt totaal niet gemaakt van urban environment. Okay. Totaal niet. Dat ziet er... Heel clean. Ja, het is super hoge resolutie dat wel... als je dan in de quality mode speelt, maar... Weet je, gewoon basisschaduwen ontbreken en dat soort dingen. Het ziet er heel weird uit. Met je PlayStation 3 vibe kreeg ik daarvan. Van en dat had ik ook heel erg. En ook hier in buiten ziet het er over het algemeen prachtig uit. En binnen, de belichting klopt nooit voor geen ene fucking meter. Sommige gedeeltes zijn heel erg opgelicht en verlicht, terwijl er geen enkele lichtbron bij in de buurt zit. En andere plekken weer echt totaal niet. Het voelt heel vreemd en niet heel coherent aan. Nee. Dan gaan we naar een ander onderdeel. Is natuurlijk gewoon dialoog. Oftewel het verhaal. En hoe wordt het verhaal tot je gebracht? Hè? Ik bedoel, bij RPG's, sommigen doen het met heel veel... gesproken woord, soms heb je gewoon tekst waar je doorheen klikt. Hoe zit dat hier? Cutscenes. Ja, cutscenes. Er worden veel cutscenes. Je hebt redelijk wel veel cutscenes. En wat trouwens, op de duur ga je dus ook een beetje cutscenes skippen soms. Omdat ik het dialoog... Ik vond zelf het dialoog niet heel sterk. Waarom is het niet sterk? Er is een soort humor. Geschreven is door een kleuter, denk ik. Omdat het geschreven is door een kleuter of zo. Ja, nee, maar het is krankzinnig. Vooral de disconnect... tussen de lore. De lore, de wereld, hoe dat allemaal is opgezet. Super vet. Ja. En dan hoe het verteld wordt. Het is super kinderachtig. En vooral dan de gesprekken tussen Cuff en Frey zelf. Ja. Ja, dat is af en toe niet om doorheen te komen. En precies wat Jasper zegt. Ja, op een gegeven moment ben je er zo klaar mee. Ben je gewoon door aan het klikken. Op een gegeven moment, ik ben gewoon afgehaakt met het verhaal. Weet wat ik raar vond ook, is als je de cutscene skipt, skipt hij ook de muziek. Alsof de muziek ook op dezelfde rails zit als de vocalen in hetzelfde spoor. Dus dan heb je een soort break in de muziek. En ik moet zeggen, vanaf het begin zat er ook een plothole in. Dat vond ik heel raar. Want dat is niet, is niet een spoiler. Helemaal in het begin van de game... moet je op de duur een zak geld meenemen. En dan moet je dus een keuze maken. Die kan je dus niet maken om een zak geld mee te nemen of je kat te redden. Nou ja, die keuze die kan je zelf niet maken. De game dwingt jou om je kat te redden. Maar ik voelde al van een kilometer of 20 aankomen dat die zak geld dus daardoor niet meegenomen kan worden. En toen dacht ik echt van, er werd later ook helemaal niet meer naar gerefereerd. Ineens is ze dakloos en toen dacht ik, hè? Nee, maar ik vind het echt jammer. Want... Ik hou van mijn katten, maar ik heb geen katten. Maar ik zou toch wel een zak, als er een ton in een zak ligt, sorry. Maar gewoon die wereld en die lore, die verdienen gewoon toffere verhaalvertelling. En daar gaat het echt helemaal mis. En op die manier ben ik daarmee ook afgehaakt. En dan ga je alleen maar skippen. Je hebt bijvoorbeeld ook gesprekken met je Cuff. Waarbij je naar iedere mijlpaal of iets dergelijks. Dan kan je allemaal dingen vragen over de wereld en hoe bepaalde dingen werken. Ja, op een gegeven moment doe ik het niet meer. Want zodra je dat doet, je kan niet meer lopen, je kan niet meer bewegen. Je moet stilstaan om die gesprekken te kunnen voeren. En die gesprekken gaan op zo'n bizar laag tempo en dan ook nog op een hele kindelijke manier. Ja, op een gegeven moment haak je gewoon af. En dan moet de gameplay het overeind houden. Mm-hmm. Ja, en de gameplay, het voelt alsof het niet af is om een of andere reden. En niet omdat de spells niet goed op elkaar aansluiten. Want juist die spells en de hoeveelheid spells die erin zitten en hoe je tussen kan switchen, dat werkt prima. Vooral de synergie daartussen. Mm-hmm. Dat werkt ook echt uitstekend. Alleen het voelt zo ontzettend sluggish. En vooral, kijk, ik heb hier bijvoorbeeld projectile-based magic hier. Kijk, en hier werkt mijn auto-lock. Hij werkt heel vaak niet. Mm-hmm. Gewoon, dan ben ik echt R3 aan het spammen om het alsnog voor elkaar te krijgen, lukt het gewoon niet. En waarom dat is, geen idee. Ja, en dat is ook wel vervelend inderdaad, want je moet af en toe ook de camera zelf nog bijdraaien. Ja. En sommige attacks, als je ze tikt, dan vuurt hij een projectiel. Als je hem ingedrukt houdt, dan krijg je dus ineens niet meer autolock. Dan gaat hij ineens op free aim over. Maar dan ben je dus ook met je camera bezig. Dus dat werkt heel verwarrend. Klinkt wel heel Japans. Ja, het is gewoon wat dat betreft een beetje stroef, maar wat wel op zich... Kijk, nog even voor het verhaal. Er zijn dus die provincies er zijn vier provincies in de game. Die worden dus geregeerd door Tantas, dat zo heet ze. Tantas, of weet ik. Tantas, Tantas, dat zijn hele powerful ladies. Die zijn ook door die corruptie, door die break, zijn ze ook helemaal gek geworden. Je ziet wel, die hele wereld wordt beheerst door vrouwen. En het gaat gelijk helemaal naar de kloten. Oké, dus die vrouwen die zijn de boel aan het verstieren. Daar moet je dus heen. En als je zo'n vrouw verslaat...
om het maar even zo te zeggen. Dan kan je haar magie kan je ook overnemen. Ja. Mm-hmm. Ik moet wel zeggen, dat maakte de game voor mij een stuk vetter. Want in het begin van de game heb je alleen projectile-based magic. En dat voelt gewoon een beetje als een hele laffe first person of third person shooter. Ja. En het irritantste vond ik dat je dus moet die PlayStation triggers, die hebben resistance. Ja, ik ben niet zo gespierd als jij. Ik zat op het duur, dus had ik zo, ik werd helemaal lam, joh. Het ging maar gewoon. Het voelt al heel ja, stroperig aan. Ja. En dan heb je ook nog inderdaad, waarschijnlijk kan je het wel uitzetten, dus. Maar dan nog, ze hebben ervoor gekozen om dit de standaard te maken. Echt hele stroperige triggers ook nog. Ja. Ja, maar ik moet wel zeggen, toen als je dus als je de eerste baas verslaat, dan mm-hmm. kan je in ieder geval andere, dan krijg je andere magic. En die veranderde voor mij wel echt totaal de feel van de game qua combat. En dat moet ik wel zeggen. Melee gelijk wordt. Ja, ja, dus mild spoiler. Maar ja, goed. Dat maakte voor mij de game ineens wel gewoon echt twee keer zo leuk. Dus mm-hmm. toen zat ik er met een stuk meer plezier in. Ik vind, ja, gewoon, ik snap niet waarom ze hebben gekozen om te beginnen met die rare projectile wapens. Het is een soort ertenschietetje, zeg maar, waar je mee schiet. Ja, ja, ik weet het ook niet. Deze game heeft natuurlijk en tegenwoordig hebben heel veel games dat, een wat problematische ontwikkelingsgeschiedenis. Hij zou volgens mij uitkomen op het moment dat God of War zou uitkomen. Toen is die uitgesteld, waarschijnlijk ook omdat ze dus, tenminste dat dachten we toen allemaal van, die willen natuurlijk niet tegelijk God of War uitbrengen in deze game. Dat zit toch een klein beetje in mekaars vaarwater. Het is nu uitgekomen. De demo waren mensen best wel kritisch op. Het lijkt erop, als ik jullie hoor. Het is wel een goede demo. Want het is echt een goede vertical slice van de game. Oké. Dus het laat wel zien. Je bedoelt, het is een eerlijke demo. Ja, ja, het is een hele eerlijke demo. Het laat echt precies zien wat de gameplay is. Ja. Sterker nog, een van de dingen die ik dan iets minder naar voren vind komen in de mm-hmm. demo, is de hoeveelheid spelonderbrekingen er zijn. En dat is waar ik me echt enorm aan heb geïrriteerd. Want in de demo kon je nog heel veel echt lange momenten vrijlopen en allerlei dingetjes doen. Mm-hmm. Hier echt de eerste, denk ik, dat duurde echt lang namelijk. Denk 6 tot 8 uur ongeveer. Voelt nog steeds als een tutorial. Letterlijk bij elk ding wat je tegenkomt, krijg je een scherm met tekst. Bij alles wat je doet, gaat het fade to black. Fade out of black. Gaat 1 actie doen. Weer fade to black. Ja, nou, terug fade to black naar de normale wereld. En het had ook wel wat. Kijk, er zit natuurlijk ook wel. Kijk, ik ben zelf wel van, man. Ik lees altijd alle backstories wel. En ik probeer dan dat verhaal een beetje door te krijgen van wat er nou precies gebeurde. En ja, af en toe dan gooit de game zet het dan het spel voor jou op pauze. En dan krijg je ineens een stukje te lezen over de geschiedenis van die wereld. Ja, ik heb dat wel gelezen. Dat probleem hebben we. Maar ook tutorial dat vind ik heel vet. Ja. Maar bijvoorbeeld, je hebt zo'n dice die je kan gooien voor extra buffs en dat soort shit. Weet je, dan die zit daar boven op een toren, daar loop je naartoe. Het is niet dat je zegt, oké, doe maar. Nee, je gaat er naartoe, fade to black. Dan wordt er een cutscene ingeladen waarbij ze. En dat is bij alles. Ik ben echt helemaal gek van. Ja. Gewoon die eerste 6 tot 8 uur, er gaan geen 5 minuten gameplay aan voorbij. Voordat je weer of een gesprek hebt, of dat moet doen, of dat moet. Ik werd er helemaal gek ook van. Dat is wel redelijk Japans. Ik bedoel. Nou, dingen als persoon en zo heb je vaak ook dat heel lang alles uitleggen. Hup, wordt de game stopgezet. Dan krijg je allemaal tekst en zo. En dan moet je erheen klikken en dan kan je weer verder. Ja, maar niet de uitleg alleen. Gewoon elke handeling is een fade to black. Ik ga een foto maken. Fade to black. In plaats van dat ze gewoon de telefoon uit de broekzak pakt en een foto maakt. Zoals bijvoorbeeld Spider-Man. Dat is instant. Het is gewoon pijltje naar boven en je bent er meteen. Nee, hier, fade to black. Pak je telefoon. Framen. Foto maken. Fade to black. Ja. Weet je, ik vond die verhalen in de cutscenes in ieder geval op zich wel tof, omdat ik wel wat context nodig had voor de game. Want de wereld is, het is allemaal een beetje vreemd in het begin. En ik denk wel dat juist het feit dat er wel veel verteld werd qua mm-hmm. verhaal, heeft het voor mij wel. Ja, ik zat er op het duur wel in. Dus. Maar als ik dit nu zit te kijken, hè, en ik ben bezig op dit moment met The Witcher, ik heb natuurlijk veel Assassin's Creed gespeeld. Ik bedoel, dit is dan toevallig een stedelijke omgeving. Dan begrijp ik jullie verhaal wel qua detail en wat er gebeurt. Het leven is toch wat minder dan zou moeten kunnen, want andere bedrijven kunnen dat dan ook. Het lijkt er heel erg op dat deze studio nog aan het zoeken is wat ze allemaal kunnen. Dat ze nog niet. Ja, vaak is het ook ervaring. Precies wat Carl zegt. Je moet dit leren. Je moet gewoon eens een keer 1-2 games maken. En op een gegeven moment dan komt het er wel uit. Dat het er hier nog niet helemaal uit is gekomen. Nee, ik denk dat er alles aanwezig is om een hele vette game te maken. Ik denk alleen dat de game director echt finaal is gefaald. Wat dat betreft. Er zit geen lekkere flow in de game. De pacing is ook wat dat betreft af. De combat voelt sluggish. Het verhaal, op de manier waarop het verteld wordt.
ja, geef ik er geen rat's ass meer om. Wat ook echt jammer is. Want het is een van de redenen waarom ik heel graag Square Games probeer te spelen natuurlijk. Want daar is vooral vaak leading. Maar ook de manier waarop het verteld wordt. Ja. Ik merk dat ik iets milder ben. Maar ja, ik denk wel dat ik jou wel volg op het punt dat er veel losse elementen in de game zitten die niet samenkomen tot een mooi geheel. Maar, en ik denk, kijk, ja, wat bijvoorbeeld waar ik dan zelf een beetje de kriegelig van word, is dat crafting. In alle games moet je tegenwoordig craften. Pak vijf schaamhaartjes en een steen en maak een pijl en boog. Ja, ik wil dat niet meer. Hier ook. Maar, je kan je nagels verven. Je moet je nagels verven. Nou ja. Ja, maar dat vond ik dan wel weer leuke gameplay toevoegingen. Want ja, je kan je eigen gear. Je gear kan je volgens mij niet craften. Ja, maar wat is je next tablespier? Ja, weet je, het is een wereld die geruled wordt door vrouwen. En ja, kennelijk is daar zit magic bij. En daar zit ook bepaalde symbolen en runes die je op je nagels kan verven. Voor bepaalde. Ja, I don't care. Ik vond wat dat betreft, je kan namelijk andere nail polish doen op je rechterhand dan op je linkerhand. En dat is ook weer een bepaalde synergie die je samen kan voeren daarin. Nee, dat vond ik nog niet eens zo erg. Je hebt dan natuurlijk twee items die je kan equippen. Die items die hebben iedere ook weer bepaalde buffs en dergelijke. Die kan je ook weer upgraden. Ja, maar dat moet dan wel bij een crafting bench. Ja. En dan denk ik van ja, waarom moet dat dan bij een crafting bench? Dat is, ja. En inderdaad, als je ook... daarom, er zitten echt heel veel systemen in. Hier is er bijvoorbeeld, hier zie je boekenkast hier links, rechts, daar. Bam, daar staat hij. En elke keer als je zo'n boekenkast tegenkomt, dat zit ook bij standaard resting places die je overal tegenkomt. Dan kan je bepaalde challenges voor jezelf zetten bij een bepaalde magic spel. En als je dan die challenges hebt gehaald, dan is die challenge geüpgraded en gebufft. Dus ik vind het systeem op zich wel goed werken erin. Maar het complete geheel is gewoon niet top. Nee. Ze hebben alle mixen in het potje gegooid. In zeg maar de ketel der RPG's. Maar het soep die eruit is gekomen is niet helemaal top. Jij bent positief. Maar goed, dan laat ik hem dan gewoon vragen aan jou. Deze game kost, ik zat net even te kijken, 79,98 zag ik hem staan. Ja. €80. Vind je hem... Stel nou dat je hem niet had gekregen, de code. Is dit een game die je... Wam, naar de winkel. Want hij wordt best wel goed gepre-orderd. Ik bedoel, dat blijft erbij. Dat het is een PlayStation 5 exclusive en PC. Het is Square Enix. Nee, Final Fantasy, dat soort dingen. Die maken toch over het algemeen goede games. Luminous naam aan. Luminous naam. Ja, nou, weet je, ik zou het zelf niet doen. Maar ik zat wel, toen ik het speelde, had ik wel heel vaak dat ik dacht van, dit is niet mijn game, maar iemand gaat dit super vet vinden. Maar het is wel een game met... De fans van het genre. Nou ja, de fans van het genre, wat ik zei. Want ik was ook nooit een hele... Voor de fans van het genre zijn er echt veel vettere games. Echt veel meer en veel vettere games. Nou ja, dat is dus... dit is een... Feitelijk, en PlayStation brengt het ook een beetje, van dit is mijn exclusive. Hè? Het wordt best wel aan PR ook in de markt gezet. Dus laten we ook gewoon... Hè, Xbox heeft die games op dit moment absoluut niet. En als ze er eentje maken zoals Halo, dan is daar behoorlijk veel mis mee. We zijn van PlayStation gewend. God of War, Horizon, fantastische games. Af, weet je wel. De juiste mix. Kloppend, weet je wel. En als ik jullie hoor, is dit toch meer gewoon geen slechte game. Nee, zeker niet. Maar het is ook weer niet iets van... Het is geen system seller, als het ware. Nee, dat is natuurlijk wel wat je wil. De reden dat ik deze game interessant vind... is omdat het een game is die mij constant wel heeft laten bevragen van... wat is in godsnaam hier eigenlijk de bedoeling van? Maar ook op een positieve manier. Dat er steeds, het zijn heel veel elementen door elkaar... die ik nog niet eerder bij elkaar heb gezien. En dat maakt het ook een beetje een chaotische game. Maar ik kan me wel voorstellen dat er mensen zijn die dit heel vet vinden. Ik ben alleen niet... per se een van die mensen. Maar ik heb wel momenten gehad dat ik me echt enorm met de game heb vermaakt. Maar ook momenten dat ik echt dacht, ja, dit is gewoon nog niet gepolijst genoeg. Ja. Dus ja, het is moeilijk om het... Ik kan het zeker niet aanraden, maar kan het daar ook niet echt afraden. Want ja, als je het type gamer bent, die houdt van dit soort... Het is heel Japans. Het heeft ook een beetje die typografie van Persona, moest ik een beetje aan denken. Maar dat heeft Koos wel gelijk in. Er is natuurlijk ook wel heel veel wat... binnen dit genre wat heel goed is. En welke zou jij, waar zou jij dit mee vergelijken, Koos? Als jij een paar games pakt en je zegt van ja, dat vond ik nog best moeilijk. Moeilijk? Nou ja, het is een soort actie-RPG met de hele Japanse vibe. Ik kwam dan, ja, wat ik zei, Devil May Cry, Xenoblade kwam ik een beetje op.
Ja, het heeft ook... Ja, weet ja, je... het brengt ook het Devil May Cry systeem inderdaad in. Bij iedere battle word je, krijg je... Maar het zijn zoveel ingrediënten die ze allemaal erin hebben geflikkerd. Maar geen één echt goed uitgevoerd. Maar dat is inderdaad... het moment dat je battle aangaat, dan word je beoordeeld op je score. Op hoe divers je magie gebruik is. Of je überhaupt gedamaged wordt en dergelijke. En aan de hand daarvan krijg je... Heb jij een aangehaald? Het lukte mij niet. Dus ik vond dat, ja, ja. Als je niet geraakt wordt, dan heb je gewoon een ster zelfs, volgens mij. En dan heb je keer twee. En weet je trouwens wat jij zegt over alle elementen? Hè? De exploration, dat freerunnen. Je kan dus parcours doen. Dat werkte bij mij ook niet helemaal. Nee, maar dat voelt voor mij als alles. Ik vind het parcours super vet. En dan zit ik vervolgens echt 20 seconden te kutten bij een muurtje wat 3 meter hoog is. Ja, ja, ja. Terwijl 2 meter verderop, dan spring ik over muren van 20 meter. Ja, hoog. Of dat ze dan zeg maar in een valanimatie vastzit op een steen, omdat ze daar dan niet haar nieuwe punt van kan maken waar ze op staat. Dan blijf je gewoon een soort van zweven. Dus dan zweef je op een rots. En ik had een boss battle. Hoe heet het? Op een gegeven moment wordt de hele vloer wordt er lava. Dan moet je een veilig punt gaan zoeken. Nou, ik kwam niet op een steen. Dat bleef maar kutten. Het bleef maar kutter. Hij ging parcours gebruiken, dan sprong ze de hele tijd over die steen heen. En als probeerde het lukt, erop te... Ja, voelt het wel lekker. Maar weet je wat ook? Op de duur krijg je... Ja, dat, je, hebt een, uit. Je hebt een soort grappling hook. Maar ook de manier waarop die grappling hook geïntegreerd is in de game is heel bizar. Want het is, je moet de hele game gaat op pauze. En dan moet je met het linkerpookje... Normaal doe je de camera met het rechterpookje. Ja, ja. Maar zodra je de grappling hook activeert, moet je met het linkerpookje. Dus ik heb echt letterlijk een kwartier bij die missie vastgezeten in het begin. Ik zat ook te kijken van wat de fuck is dit nou? Ja, dus op de duur dan stopt de hele game. Echt letterlijk alsof je soort van in fotomode zit. En dan moet je met die grappling hook iets aanwijzen. Maar het is heel moeilijk om te zien of die grappling hook ook daadwerkelijk vastgrijpt. En het is zo jammer, vind ik, want als dat soort dingen smooth zouden gaan, want het idee van het freerunnen, het werkt af en toe wel heel lekker. Hè? Ja. Ik had wel zoiets, als ik dan weer een nieuwe missie had en dan sprint je door die wereld heen. Het is vet om van die bergen af te springen. Ja. Het is super vet. Dat voelt voor mij alleen van, deze game had, misschien gekscherend gezegd, los van even de verhaalvertelling, wat ik echt slecht vind, had gewoon even 2 jaar nodig misschien nog. Dat is dus de vraag van, had dit niet uitgesteld moeten worden? Of vanuit je ervaring, want je doet het al jarenlang, kijk even naar Koos, of zie je ook wel van, maar... Nou, laat ik het zo zeggen. Kijk, ze hebben die demo uitgebracht. Het is ook gewoon kwaliteit van die publisher. Van developers, ze zijn er nog niet klaar voor. Nou, ze hebben gewoon te laat een feedback moment gehad, denk ik. Want we hebben die game niet eerder kunnen spelen voor die demo. En die demo kwam dan uit. Ja, zoals je zelf al zegt. Ja, vanaf dat moment kan je bijna niks meer doen. Nee. Weet je wel? Dat is zo dicht op de launch. En er was heel veel feedback op die demo. Mm-hmm. Maar ja, dat kunnen ze dat nooit meer laat, in die game. Ja. Dat is te laat. Is er... Had je het gevoel van, er is niet zo heel veel veranderd. Als je die demo niet lekker vond spelen, dan... Nee. Daarom vind ik het een hele goede demo. Als je die demo vet vond, dan ga je deze game ook mega vet vinden. Nou, dat is wel een heel mooi referentiepunt. Zijn dit soort zaken nog te patchen, denk je? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat de game zoveel... Ja, hoe zeg je dat? Elementen heeft die... Het gaat... De elementen los kan je wel patchen, maar hoe het allemaal samenkomt, dat zijn gewoon game design keuzes. Mm-hmm. Die kan je niet patchen. Dan moet je letterlijk gewoon het hele DNA van het spel gaan herschrijven. Misschien moet ze dat wel doen. De combat even op de schop. Want ik denk als je naar Forspoken 2. Als je de combat fixt, dat het gewoon even wat lekkerder aanvoelt. Want het voelt gewoon niet lekker aan. Dat is gewoon het grote probleem. Het voelt niet lekker aan. De melee moet ik zeggen. Het moment dat je op de duur de melee unlockt. Dat vond ik wel lekker. Dat was wel lekkerder. Echt lekkerder. Ja, ik zat er wel echt in. Lekker hakken en slashen. Ik denk dat je op een gegeven moment daaraan gewend bent geraakt. Dat alles heel sluggish gaat. En als je dan dat hebt. Dat iets beter gaat. Tenminste, misschien dat kan ook ervaring. Een strategie zijn natuurlijk. Hè? Maar weet je. Ja, ik moet wel zeggen. Want het begin van de game heeft dus. Burst fire en charge shots. En dan ben je je hebt een soort pistool uit je hand. En je schiet gewoon kogels uit je handen. Mm-hmm. En eigenlijk de eerste paar uur zat ik er helemaal niet zo lekker in. Maar ik moet wel echt zeggen dat zodra ik die melee dingen unlockte... Ik merk toch dat ik de game toen wel een stuk leuker ging vinden. Het begin, ik weet niet. Ik heb de demo zelf niet gespeeld. Ik weet niet welke magic ze in de demo gebruikt. Echt letterlijk na de eerste boss battle. Zeg maar die twee magics die krijgen dan. Zonder te spoilen, maar als je de demo hebt gespeeld, dan weet je dat. Kijk, uiteindelijk is het wel zo dat de combat... Er zijn ook nog meerdere magics. Je krijgt echt nog wel nog meer dingen na de melee. En ik denk wel dat je op heel veel verschillende manieren de game kan spelen. En dat maakt het wel... Maar dat zeg ik ook. Ik vind de synergie tussen die verschillende magics vind ik super vet. Met de L2 heb je de support magic. Met de R2 heb je offensive magic. Dat beeld bouwt nog op naar een soort van ultieme aanval.
En dat werkt super tof als het allemaal samenkomt. Maar anderzijds, kijk, hier zie je mijn nails. Op Blue Flash en Slay. Oef. Dus ja. Mm. Nee, kijk, ja, het komt natuurlijk een beetje misschien oenig over. Maar ik vond dit op zich nog wel leuk bedacht, hoor. Maar als ze die combat zouden fixen. En misschien performance ook, hè. Want kijk, wij hebben natuurlijk pre-release gespeeld. De performance, ja, die is gewoon niet goed. Daar moeten we ook heel eerlijk over zijn. Per se is het natuurlijk ook heel zwaar om te draaien. Dus dat is ook wel een beetje een teken aan de wand. Als ze dat zouden fixen met de Day One patch, zou kunnen. Weten we niet. Kan ik het ook niet op beoordelen. Dat zal al beter zijn. En ja, die combat. Als ze die combat echt nice krijgen, dan is het al 10 keer leuker om te spelen. Ik ga hem afsluiten, want staat die demo nog online? Weet ik niet. Oké, nou goed. Mocht die demo online zijn, staan, dan denk ik dat Koos een goede tip heeft gegeven. Door die te spelen, als je die namelijk tof vindt en je kunt door alle minpuntjes heen kijken. Of jij vindt het helemaal niet zo minpuntjes, dat kan ook. Ja, maar ik vind het ook geen slechte game. Nee. Laat het voor de duidelijkheid zijn. Ik had er alleen veel meer van verwacht. Nee, en gehoopt, laat ik het zo zeggen. Maar ik denk dat er heel veel mensen zijn die niet goed weten wat ze hiermee aan moeten. Dus mocht die demo online zijn, check het even. Ja, en verder rest de tijd zal het een beetje gaan leren. Kunnen ze bepaalde dingen gewoon nog bijpatchen? Of ja, wordt dit zo'n game die door mogelijk negatieve reviews, negatieve gevoelens bij gamers vrij snel alweer een beetje wegbloedt. Dat zou namelijk ook kunnen. Maar Forspoken is uit en vanaf de 24e kun je hem gaan spelen.